dan Berghuis voor het schot en de goal. Steven Berghuis. Al een tijdje werd erover gepraat. De overstap van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax. En ja hoor, gisteren maakte hij het officieel bekend met een post op Instagram waarin hij alle Feyenoorders bedankt. En Ajax twitterde, welkom Steven. Steven Berghuis speelde sinds 2016 bij Feyenoord. Hij was niet alleen aanvoerder, maar ook de beste speler van de Rotterdamse club. Zo maakte hij het afgelopen seizoen de meeste doelpunten van zijn team en won in 2017 met Feyenoord de landstitel. Ook ging hij als enige Feyenoorder mee naar het Europees kampioenschap. Toen duidelijk werd dat hij zou vertrekken naar Ajax, kwamen er veel boze reacties. Mensen posten vooral slangen en ratten in hun reacties. Ze bedoelen daarmee dat hij een verrader is. Veel Feyenoord-fans vinden het namelijk echt niet kunnen dat de voetballer naar de allergrootste tegenstander van de club gaat. Ook Lisanne baalt. Ik vond het vooral erg jammer dat hij naar Ajax ging. Ik had wel verwacht dat hij binnenkort weg zou gaan. Pech voor Lisanne, maar niet voor haar neefjes, want die zijn fan van Ajax. Ik vind het een goede aankoop van Ajax. Ik denk alleen dat voor Feyenoord is hij niet echt goed. En ik denk ook dat Feyenoord het wel veel lastiger gaat krijgen volgend seizoen. En dat Ajax het makkelijker kan winnen nou. Op onze stelling overstappen naar de grootste tegenstander kun je niet maken, waren de reacties verdeeld. Leon zegt, sorry, maar van Feyenoord naar Ajax kun je niet maken. Andersom ook niet. André schrijft, het is wel goed voor zijn carrière. De eerste keer dat Berghuis in een Ajax-shirt tegenover Feyenoord staat, zal in december zijn. Lisanne gaat hem in ieder geval niet uitfluiten. Het is nou eenmaal dat hij dan daarheen is gegaan. En dat moeten we dan maar gewoon accepteren. En ja, dan ga ik gewoon normaal naar die wedstrijd kijken en hopen dat Feyenoord een keer wint.